Ja, de school is in de loop van de jaren verdubbeld qua leerlingenaantal. Ja, we barsten gewoon letterlijk uit onze voegen. Dus nieuwbouw is, verbouw is dringend gewenst om alle kinderen een fijn plekje te kunnen geven. IKC De Kemp in Echel is dringend aan vernieuwing en uitbreiding toe. Het aantal leerlingen van de school is enorm gestegen, waardoor er een tekort aan ruimte is. Noodlokalen zijn de afgelopen jaren al ingezet om het probleem tijdelijk op te lossen. Elke vierkante meter wordt momenteel benut. Ja, dit was eerst mijn kantoor. Ja, de kinderen die zaten bijna opgestapeld in de school. En ik had een balzaal. Dus ik heb mijn kantoor heb ik opgeofferd voor de kinderen. Die moeten de ruimte krijgen. Hier zit nu een klas. We kunnen hier een klas bedienen van minder dan 20 kinderen. In de toekomst hebben wij die niet meer. Dus ja, we hebben meer ruimte nodig. En een beetje groter kantoor voor mij zou ook wel prettig zijn. Maar eerst kinderen. Er zijn 4 scenario's in kaart gebracht voor de toekomst. Zo was het bouwen van een nieuwe school bij het realiseren natuurpark aan de Jacobusstraat een optie. Maar dat zorgt voor veel ruimtelijke procedures en dat kan jaren duren. Het onderbrengen van de school in het kerkgebouw werd ook onderzocht, maar ook die optie viel af voor het college. De kerk is te klein en de ruimte om het gebouw, waaronder het kerkhof, maakt het lastig om de school te realiseren. De beste optie is volgens het college dan ook om het huidige gebouw te vernieuwen en een nieuw deel eraan toe te voegen. Ja, 2 scenario's vielen af door ruimtegebrek en het 3e scenario dat zou door heel veel commissies heen moeten en heel veel onzekerheid. We wachten al jaren, we zitten op een fijne plek. Wij willen een school passend voor de kinderen. Ten eerste omdat we het gebouw willen behouden. Dat is een historisch gezicht voor Echel. Dus als daar mogelijkheden zijn om dat te gebruiken, dan willen we dat graag doen. En ten tweede zijn er voor de andere 3 locaties zijn er ook wat nadelen die meegewogen hebben wat deze keuze heeft verspoedigd. Wij zijn blij met de keuze die er gemaakt wordt. We vinden dit een hele fijne plek. We hebben heel veel speelruimte rondom de school. Wat wil je nog meer? Dat de kinderen heerlijk buiten kunnen spelen. Dus dat willen we in de toekomst graag behouden. We liggen op een mooie plek in Echel. Waar de kinderen lekker naartoe kunnen lopen, kunnen fietsen. Dus wat dat betreft is het ons prima om hier te blijven. Mits we een eigentijds gebouw krijgen wat bij het huidige onderwijs past en bij onze leerlingenaantallen. Dus we zijn blij met het scenario dat er nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Voor het proces wat volgt is dat we de raad vragen 27 juni in de raadsvergadering voor een voorbereidingskrediet van 625.000 euro om de plannen te gaan uitwerken om deze locatie geschikt te maken voor de toekomst. En dan praten we over verduurzaming, verbouwing, groei. Eigenlijk zo slim mogelijk zorgen dat we dit gebouw kunnen gebruiken voor Echel in de verre toekomst, zeg maar. Het gaat op dit moment over 170 leerlingen, waarbij we nog een groei verwachten door de nieuwbouw. Dus in de toekomst verwachten we wel de 200 over te gaan. En eigenlijk komen we nu alweer een lokaal tekort voor 170 kinderen. Met de 2 units die we al hebben staan. We gaan die noodunits die gaan we weghalen uiteraard. In het nieuwe gebouw wordt ruimte voor de huidige kinderen, maar ook met het oog op de toekomst met nog wat groei. Want we hebben nog wat plannen liggen om echt al nog verder uit te breiden. De gemeenteraad gaat in de raadsvergadering in juni besluiten of het voorstel van het college wordt gevolgd.